Bart Arnouts, een negende plaats, top 10 na een dag lang vechten. En ik vond het een mooi gevecht. Maar hoe denk jij er zelf over, over die negende plaats? Ja, top 10 in Hawaii is altijd wel oké. Okay. Ik had vandaag gewoon geen superdag, en, zoals vorig jaar. En ik denk, om in de buurt van het podium te komen, heb ik zeker een superdag nodig. Ik denk dat het voor alle atleten zo is. En vandaag was dat niet. Niet goed gezwommen, dus ik zat eigenlijk niet echt in de wedstrijd. Fietsen was goed. Heel goed, denk ik eigenlijk. Dus in het fietsen heb ik niet veel tijd verloren, maar dan de marathon was toch... Hard werken en het was zeker niet de loopbenen die dat je vroeger al een paar keer hebt gehad. Dus, Het was niet dat je je wedstrijd voorzichtig aan het indelen was met de marathon? Nee, ik voelde mij gewoon niet goed in het begin. En eigenlijk ben ik niet vertraagd. Dus dat was het voordeel, terwijl de meeste anderen vertraagd zijn, ben ik wel kunnen blijven lopen. En ik weet ook dat in het begin van een marathon is gewoon mentaal misschien leuker als dat goed gaat. Maar het belangrijkste is, eens dat je op de Queen K is, in de buurt van Energy Lab, dan is het eigenlijk waar het lastige stuk van de marathon begint. En, gelukkig... ja, de meesten die zakken daar weg. Jij wordt daar elk jaar gewoon elke keer beter. Daar ga jij versnellen. Ja, misschien is het mentaal, maar eigenlijk voel ik mij pas goed na 15, dus kilometer 15 en 18. Dus dat is dan eigenlijk perfect om in Energy Lab een beetje te versnellen. Maar ik denk dat dat een combinatie is van het feit dat je dan ziet dat je toch in de wedstrijd komt. Dat je ziet dat er voor u al wat atleten aan het sneuvelen zijn. En als je dat nog oké voelt en je wedstrijd wat indeelt en zeker je voeding een beetje in orde houdt, dan is dat het moment waar je nog veel kunt doen. Het zwemmen, het was lastig vandaag. Veel golven, die zee zag er ook moeilijk uit. Was dat ook een beetje de reden waarom dat de tijd iets minder was? Ik had zelf gewoon geen goede start. Ik zat van achter in de groep in het begin en dat is altijd gevaarlijk, want dan scheurt dat ergens en dan valt dat op elkaar. En ik zat in een klein groepje, maar de atleten rond mij die hadden helemaal geen goesting om op kop te zwemmen. Dus dan heb ik dat maar gedaan om zeker niet nog meer tijd te verliezen. Ja, dat is zeker niet mijn voordeel. Hè. Dus dan weet ik dat ik te veel tijd kan verliezen. Maar ja, ik heb in het verleden hier nogal zo'n zwemnummers gehad. Dus, als je je heel goed voelt in fietsen en in de marathon, dan kan er nog altijd veel in Hawaii. Maar het was fietsen was zeker goed, de marathon was gewoon ook niet super. Want jouw fietsen, Bart, uiteindelijk die eerste 90 kilometer tot Hawaii, ja, daar heb jij constant eigenlijk dezelfde tempo's en zelfs vaak sneller gereden dan de mannen op kop. Jij was eigenlijk de enige die snellere tijden aan het neerzetten was, van groep naar groep ging. En Michael Weiss gewoon helemaal losgereden, hè? Want die was ongeveer samen met jou uit het water. Ja, ik heb hem nooit gezien. Ik denk dat hij iets trager gewisseld was. En, maar ik voelde mij goed in het fietsen. Ik heb dan een zwak moment gehad na kilometer 100, denk ik, tussen 100 en 120. Daar heb ik dan wat tijd verloren, maar voor de rest heb ik de rest van de wedstrijd ongeveer hetzelfde gereden als de kopgroep of de mannen van voor in de wedstrijd. Dus ik denk, fietsen was zeker oké. Okay. Zeker ook omdat mentaal is dat wel lastiger om helemaal alleen te zitten. Het helpt dan wel dat je hier en daar wat atleten opraakt, maar meestal zijn dat dan ook wel atleten waar het beste eraf is. Dus het is niet dat je er echt veel voordeel aan hebt, het is enkel mentaal leuk. Maar het fietsen was zeker op niveau van vorig jaar, denk ik. Maar het zwemmen en het lopen niet, dus dan is het, ik ben blij dat ik er een top 10 heb uitgehaald. En vijfde keer top 10 in Hawaii, dat is een mooi palmarès. Dat is mooi, maar ik denk dat mijn plaats is de top 10 op een gewone dag. En een superdag kan er meer, maar daar heb ik een superdag voor nodig. Ja. In het fietsen ben je twee mannen tegengekomen langs de kant. Ik weet niet of je ze nog hebt zien staan, maar eerst Patrick Lange eruit, dan David McNamee. Krijg je dat dan door en wat denk je dan op zo'n moment? McNamee heb ik zelf voorbij gestoken en ik zag dat er niet goed uitzag, dus ik wist dat hij ging stoppen. Langer heb ik niet gezien, dus ik heb gezien dat ik heb hem niet meer gezien in de wedstrijd vanaf Hawaii. Maar af en toe kun je ook wel een atleet missen, dus op zich, ik focus mij niet te veel op andere atleten, maar achteraf gezien, ik had geen superdag, maar de andere atleten van het podium van vorig jaar waren er nog erg aan toe vandaag. Dus het wil gewoon zeggen dat het niet evident is om hier elk jaar top te zijn. Dat klopt. We hebben het nog gezien in het lopen ook. Je bent dan nog voorbij gegaan aan Brownlee en Sanders. Die zaten echt een heel stuk voor jou. Ja. Wordt er dan nog iets gezegd als je elkaar dan passeert? Ik probeer de meeste atleten wel gewoon kort aan te moedigen. En veel atleten doen dat ook voor mij. Ik denk dat gewoon... sportief of leuk is, er zijn niet zoveel supporters op de Queen K en dan is het leuk dat je het ook een klein beetje naar elkaar hebt. Het is niet dat veel helpt, denk ik, op die moment voor veel atleten, maar het is gewoon wel leuk dat je elkaar een klein beetje aanmoedigt. En vorig jaar heb ik dat ook
hebben ze dat ook gedaan voor mij toen ik in de buurt van het podium liep. En het enige wat ik kan doen is hetzelfde drie doen bij andere atleten. En dat is ook geen probleem. Het is een eerlijke wedstrijd. Dus het is gewoon leuk om elkaar ook aan te moedigen en een klein beetje te steunen. Maar zeker Sanders Borlum zal er niet veel aan gaten hebben, want daar was het best echt wel af. Ja, dat was duidelijk. En de beste, dat was ook duidelijk, denk ik. Frodeno, 7 uur 51. Had jij dit verwacht vandaag van hem? Ik had wel verwacht dat hij de wedstrijd hard ging maken en ging laten zien dat hem gewoon in orde was. Hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft gewoon initiatief genomen. Een soort van atleet die dat gewoon, als hem goed is, neemt hij een initiatief van begin tot eind in de wedstrijd. Dus hij heeft fietsen hard gemaakt en heeft enorm goed gelopen. Dus het is een klasbak. En als hem in orde is, dan is er heel weinig aan te doen, denk ik. Maar ja, hij heeft ook vorig jaar was hij geblesseerd en 2 jaar geleden heeft hij hier ook een heel moeilijke wedstrijd gehad. Dus het is ook voor hem niet evident om hier elk jaar te winnen. Wat ook niet evident is, vaak ben jij vrij snel na de wedstrijd terug richting huis of terug richting andere wedstrijden. Nu even de tijd om te genieten, straks misschien zelf het zwembad in te springen. Boah, ik denk dat ik hier de meeste jaren nou wel heb rondgingen. Het ene uitzondering is het jaar dat ik gefinished ben, dan ben ik zo snel mogelijk naar huis gegaan. Maar het is Hawaii is een hoofddoel en daarna is het ook niet belangrijk om een universiteit te denken. Het is gewoon even geen triathlon voor een paar dagen, een paar weken misschien. En dan zullen we wel zien wat de nieuwe doelen worden. En of ik dit jaar nog iets ga doen of niet, dus dat is voor later. Het is nooit een goede moment om belangrijke beslissingen te nemen vandaag. Nee, dat lijkt mij ook niet. Maar we willen vooral zeggen, van ga vooral genieten nu, want heb je echt wel verdiend na zo'n harde battle. Ja, het is toch een lastige job soms. Dus ik ga genieten nu. Ja, en je hebt overuren gemaakt, maar een klein beetje. Dus dat, een klein beetje overuren, ja. Iets langer dan vorig jaar. Ja. Oké, hartelijk dank Bart Aernouts, onze geweldige Ironman, 9e hier op het WK Ironman in Hawaii. Graag gedaan, dank je. Top alweer, jongen. Merci. Ja.